Negatief getest op corona, gelukkig. Speciaal voor deze vlog moesten we het allemaal laten doen, omdat nu één keer in de filmwereld het niet altijd mogelijk is op de, ja, om de juiste regels in acht te nemen. We doen het zoveel mogelijk ons best. De coronatest afnemen ging heel makkelijk bij mij, heel snel, alleen iets te snel. Want ik werd net teruggebeld en de dame aan de lijn zei van, hey Robert, volgens mij zijn we wat vergeten. Ik ben vandaag op 1 april, en dat is geen geintje, 20 jaar in dienst, 20 jaar, bij de ANWB als wegenwacht. Ongelooflijk, wat gaat de tijd snel. Ja, en speciaal voor deze dag natuurlijk op 1 april, ja, ga ik maar eens even een opname laten maken, omdat ik 20 jaar een jubileum heb. Toch? Of zou het ergens anders voor zijn? Nou, ik weet niet, dat zie ik wel. Maar goed, om daar te komen, ja, moet ik een stukje rijden. Dan moet ik aan de andere kant zijn van de IJssel. God, de onveilige kant van de IJssel. Nou, zal wel goed gaan. Ik neem de grote kaart van Nederland mee en ik ga die kant maar eens even op. Want ik ga namelijk mijn collega Gert daar ontmoeten, mijn medevlogger. Ik zou zeggen, blijf kijken en tot zo. Volgens mij, volgens mij ben ik al een beetje verdwaald. Even kijken, Almere. Dat ligt daar. En, waar ben ik nou dan? Oh, ik ben nog niet zo ver. Goed, ga weer verder. Ik ben geland. Hier, je staat er naast me. Ja, weet ik zelf ook niet. Ik was hier voor ondertiteling voor jou toch? Oh, je hebt, voor de vertaling was dat. Ja. Nou, er staat hier vol met mensen. Allemaal even, kijk. Verkeersregelaars heb ik er nou ook bij. En ja, ik vind het heel bijzonder dat jullie vandaag voor mijn 20-jarige jubileum bij de ANWB, omdat jullie vandaag speciaal een film willen maken. Ja, begon als één grote grap natuurlijk, hè, 20 jaar geleden, of niet? Ja, ik ben 20 jaar geleden als grap aangenomen. Ja. En toen kreeg ik een. Maar elke maand betalen ze me nog. En, ja, en iedereen trapt erin. Maar goed, ik vind het een hele uitdaging. Maar we gaan mooi filmen. In het kader van het 75-jarige jubileum van de Wegenwacht. Dus gaan we hier wat speciaals maken. En deze vlog wordt natuurlijk geplaatst nadat die mooie, noem het maar commercial, online komt. Zo, Robert, je staat er helemaal strak ingepakt, of niet? Strak. Mooie zonnebril op je hoofd. Zeg je nou dat ik dik ben? Oh ja, ja, mooi hè. Mooi snel. Ja, wel je broek aanhouden hè. Ja, ja. Even die kant op. Ja, het wordt weer oergezellig zo. Alles wordt opgezet. Fantastisch mooi. Is jouw bus op zijn zij niet mooi? Nee, op zijn zij, ja. Ja. Even kijken of hij werkt. Ja, staat er laat hoor. Oh, heb je last van? Ja, niks. Niet omschoppen. Verder naar achteren. Ik zal hem wel zo. Heb je last? Oh, je zit met de. Nee, het is goed hoor, dit is prima. Zeker, dus heb jij een mooie oproep? Stuur hem dan in. Dat is mijn tekst ook alweer. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Lach je nou, joh, zijn serieus? Ja, ik vind het wel leuk, ik vind het zelf.
Hé, Gerrit. Sorry? Heb je een rustmomentje? Ja, zeker. Valt niet mee, hè? Nee. Dat is moeilijk, man. Heel zwaar. Is heel zwaar, dit. Zeker. We gaan nog twee shotjes draaien. We gaan nog twee shotjes draaien. Het ene is eigenlijk nog één keer het laatste moment. Ja. Dan doen wij iets anders met de camera. Meer het overloop. Het was eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus mag. Actie. Zeker. Dus heb jij een mooie oproep? Stuur hem dan in. Wij zijn in de avond. Ja. Check. Weet je nog? Of jullie wel op het moment dat de camera beweegt, moeten jullie in de lens blijven volgen. Weet je, als het schilderij wordt je aan het leggen. Ik dacht een kleine beweging was, ja. Je wil het dood hebben, hè? No, Gerrit. Ja, het was een moeizame dag met jou. Het waren met mij een erg vermoeiende, moeizame dag. Ik vond vooral al die teksten die we moesten. Ja, dat was veel, hè? Dat was heel erg veel. Weet er dus nog? Nee, nee, nee. Jij? Ik weet er nog één. Super. Oh, ik weet toch deze. Zeker. Heb jij nou een mooie wens? Stuur hem in. Laten we dat gaan doen, of zoiets. Ik weet het, ik weet het ook niet meer. Hè? Zeg, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ja. En keer iets anders dan techniek deze vlog. Maar ja, er moet even verandering van spijs doet eten. Dus, en zoals... als jullie er nou voor zorgen dat deze vlog 100.000 kijkers krijgt, dan ga ik kaal, net zoals Robert. Alsjeblieft, ik ga de hele nacht kijken. Bedankt voor het kijken, tot ziens. Wil je zelf een start-up geven aan een andere auto? Monteer dan eerst de rode kabel. En daarna de zwarte kabel. En tijdens het opladen moet je toch wachten. Kun je mooi even kijken naar onze video's. En vergeet niet te abonneren.